Goedenavond in Christus Beminden. Vorige keer spraken wij over de offerelementen van brood, water en wijn. Vandaag willen wij verder gaan en nagaan welke gebeden er tijdens het offertorium gebeden worden en hoe de liturgie zich verder ontwikkelt tot bij het begin van de privatie. Starten wij met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius de Vijfde, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, bij de ontneming van de offerelementen van brood en wijn aan het profane gebruik, bidt de priester gebeden. De vijf offertoriumsgebeden. Deze vijf gebeden dienen om deze offerelementen bereid en waardig te maken als een materie voor de consecratie. Oorspronkelijk kende de oude Romeinse ritus slechts één gebed dat over de offergaven werd uitgesproken, de zogenaamde Secreta. Sinds de 9e eeuw echter werden er aparte gebeden aan elke handeling van de liturgie tijdens het offertorium gekoppeld. Waarschijnlijk gebeurde dit door het stijgend aantal private missen in de abdijen, waar een priester alleen met de misdienaar aan een zijaltaar het heilig misoffer opdraagt. En daar er in de private missen geen offerprocessie van de gelovigen plaatsvindt, kon men zich de tijd nemen om de offergaven van brood, water en wijn met gebeden te omgeven. Tegen de eerste millenniumwisseling was er een rijk repertoire aan offertoriumsgebeden ontstaan, verschillend van plaats tot plaats. Paus Pius V zorgde ervoor dat bij de uitgave van het Romeins Missaal er een zekere eenheid tot stand kwam. Werpen wij, alvorens wij de gebeden van het offertorium bespreken, nog kort een blik op de liturgische handelingen bij het offertorium. Sinds de 9e eeuw preciseren de rubrieken dat de priester de te consacreren hostie en de kelk ten hemel dient te verheffen, met een blik op het altaarkruis, en daarna op het corporale dient te plaatsen met een kruisvormige beweging. Dat heeft een betekenis. Men legt als het ware Christus in de hostie en in de kelk mystiek opnieuw op een kruis. Daarna, na de aflegging van de hostie, werd de pateen oorspronkelijk tijdens de plechtige missen met diaken en subdiaken door een acolyt voor de borst gehouden. Vandaag gebeurt het nog steeds in de plechtige missen door een subdiaken. Deze subdiaken staat tot aan het paternoster voor de altaartreden. In vroegere tijden bevond zich in de gedragen patene waarschijnlijk een stukje hostie, een partikel, van een eerdere mis, of te Rome een partikeltje, een stukje, van de hostie van de pauselijke mis. Dit stukje hostie diende om de eenheid van de ene mis tot de andere uit te drukken, of ook de eenheid van de christenen onder elkander en voornamelijk met de paus. Men gebruikte aldus de geconsacreerde hosties van elkaar en toonde zich zo in gemeenschap. Dit partikeltje wordt later bij het Pax Domini sit semper vobiscum met de zelf geconsacreerd bloed samengebracht.
Tijdens de gewone heilige missen wordt de patheen na het afleggen van de hostie onder de corporale geschoven. Dat dit bij de nieuwe liturgie zo is dat de hostie altijd op de patene blijft en niet op de corporale gelegd wordt, dat heeft een theologische reden. Dit drukt namelijk uit dat men meer aan het maalkarakter dan aan het offerkarakter van de heilige mis denkt of eraan gelooft. De patene in de oude misliturgie is namelijk steeds gebruikt voor de heilige communie en drukt dus een maalkarakter uit. Terwijl de corporale de lijkdoek van Christus verzinnenbeeld en dus naar het offer verwijst. Dat men in de nieuwe mis dus de hostie op de patene legt, drukt eerder het maalkarakter van de nieuwe mis uit, terwijl de hostie in de oude liturgie op de corporale blijft en beter het offerkarakter van de heilige mis uitdrukt. Interessant is, mijn dierbaren, dat sinds de 7e tot in de 15e eeuw de kelk na de ten hemel opheffing, de presentatie aan God de Vader, rechts van de hostie werd geplaatst. Heden ten dage wordt de kelk achter de hostie, tussen hostie en tabernakel geplaatst. Maar al die eeuwen door werd de kelk rechts van de hostie geplaatst. Men wilde zo als het ware het kostbaar bloed komende uit de zijde van Christus, uit de hostie, opvangen. Om ervoor te zorgen dat er geen onraad of geen diertjes in de kelk terechtkomen, bedekt men de kelk met een palla. Zo, werpen wij nu een blik op de eigenlijke gebeden van het offertorium. En neemt u gerust uw missaal ter hand, zodat u kunt volgen. Deze 5 gebeden worden ook de canon minor genoemd, de kleine canon, in vergelijk met de grote, algemeen bekende canon van de heilige mis. Wat er bij de gebeden van het offertorium direct opvalt, is dat de celebrant reeds in een profetische blik Christus in de hostie herkent, ondanks dat er enkel maar brood voorlopig op de corporaal aanwezig is. Terecht, want niet uit brood en wijn, maar uit het kostbaar bloed en lichaam van Gods Zoon zal het offer van de kerk bestaan. Het eerste offertoriumsgebed is het Suscipe Sancte Pater. En dit bevestigt reeds de bovengenoemde stelling. Het brood dat wij God de Vader aanbieden bij het offertorium, bestempelen wij reeds als de onbevlekte offergave, Immaculata Hostia. En deze onbevlekte offergave kan enkel op Christus toepasselijk zijn. Want elk schepsel, ook het brood, draagt in een bepaalde zin de gevolgen van de erfzonde, is dus besmet. Dit eerste offertoriumsgebed werd bovendien door Luther verworpen, omdat het op bijzondere wijze de stelling van de priester ten opzichte van het volk uitdrukt en bovendien ook het verzoenende karakter van de heilige mis. Het is ook angstaanjagend te zien dat men in de nieuwe misliturgie de opvordering van Luther tot afschaffing van dit gebed gevolgd is. Men heeft deze gebeden afgeschaft en vervangen naar verluid door een Joods tafelgebed, een profaan gebed. Het tweede offertoriumsgebed is het Deus qui humanae substantiae. Met die waren, het is bij de kerkvaders een lievelingsgedachte dat Christus uit de hemel is neergedaald om ons daar naar heen te voeren. Dat Christus zich vernederd heeft om ons te verheffen. Het is waarlijk een wonderbaarlijke uitwisseling. Een admirabile commercium, zegt de heilige Augustinus. Deze kerkvader zegt in zijn kerstpredicatie:
God is mens geworden, opdat de mens God zou worden. Net zoals het druppeltje water immers, mijn dierbaren, weliswaar niet in wijn verandert, maar anderzijds ook niet meer valt te onderscheiden in de kelk, zo neemt de mens in genadestand aan het goddelijke leven deel en wordt zo in genade en door bovennatuurlijke werken aan God gelijkvormig, natuurlijk zonder zelf God te worden. Het derde offertoriumsgebed is het Offerimus Tibi Domine. We merken op dat dit gebed in een meervoudsvorm staat. En dit kan op tweevoudige wijze verklaard worden. Ten eerste dat de priester als middelaar in naam van heel het christelijke volk handelt. Of ten tweede, uit de historische opgave van de diaken om de priester bij te staan bij de consecratie van de wijn en bij de uitdeling van het kostbaar bloed aan de communiebank. De woorden Prototius Mundi Salute drukken uit dat de mis steeds voor heel de katholieke kerk wordt opgedragen, voor het mogelijke heil van heel de wereld. In dat opzicht, mijn dierbaren, bestaat er geen zuivere private mis. Nog kan ze opgedragen worden uitsluitend voor een persoonlijke aangelegenheid. De heilige mis is het welriekende offer van Christus, waardoor de goddelijke majesteit de wereld en ons bijzonder zondaars spaart en bemartig is. De heilige mis is een katholieke, een alomvattende aangelegenheid. Het vierde offertoriumsgebed is het In Spiritu Humilitatis. Dit gebed is ontnomen aan de drie jongelingen in de vuuroven van Babylon uit het boek Daniël van de Heilige Schrift. Dit gebed herinnert er ons aan dat God onze uiterlijke offers niet zal aannemen indien we niet met een nederig en een berouwvol hart dit offer opdragen. Om dat uit te drukken, buigt de priester zich diep als een onwaardige dienaar die zijn meester iets aanbiedt. Het vijfde offertoriumsgebed is het Veni Sanctificator. Dit gebed richt zich tot de Heilige Geest. Het is reeds een echte smeekbede voor het wonder van de consecratie, het mysterie van het geloof. De heilige kerkvader Johannes Damascenus, hij zegt: Onze lieve vrouw sprak tot Gabriel: Hoe zal dit gebeuren dat ik een kind krijg zonder toedoen van een man? De aartsengel Gabriel antwoordde: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Welnu, zo zegt de kerkvader, dierbare broeders, gij vraagt hoe het brood tot het lichaam van Christus wordt en hoe de met water vermengde wijn zijn kostbaar bloed. Wel, ik zeg u, zegt Johannes Damascenus, de Heilige Geest komt en bewerkt met kracht wat taal en begrip te boven gaat. Tijdens dit offertoriumsgebed, mijn dierbaren, kan men de Heilige Geest overigens ook smeken, niet alleen voor de consecratie, maar ook voor de ommekeer van het eigen hart. En vragen dat we steeds meer en meer in Christus zouden veranderen. Na deze vijf gebeden, mijn dierbaren, na de canon minor, worden de offergaven bewierookt. En ook dit doet men sinds de 9e eeuw. Het is een teken van eerbewijs tegenover de offergaven, omwille van een hoge bestemming, omwille van een uitverkiezing om het lichaam en bloed van Christus te worden. En zo is het eigenlijk ook reeds een eerbewijs tegenover Christus zelf. De wierook, die zal gebruikt worden voor de bewieroking van de offergaven, wordt gezegend op voorspraak van de engel Michael. Wat echter vroeger eigenlijk gevraagd werd aan de aartsengel Gabriel.
Beide aartsengelen, mijn dierbaren, hebben een innige verhouding met het lichaam van Christus. Gabriel was Christus engelbewaarder op aarde en zorgde aldus voor Christus fysiek lichaam. Terwijl Michael de schutsheer is van de kerk en dus waakt over het mystiek lichaam van Christus. Ook de ritus van hoe de priester de offergaven bewierookt is heel indrukwekkend. De priester zwaait het wierookvat 3 maal in kruisvorm over de offergaven en dan nog 3 maal in een kring rond. De offergaven worden daardoor symbolisch in een wolk van gebed, zegen en bovennatuurlijkheid gebracht. Herinner u ook dat de wolk, de wierookwolk, een zinnebeeld is van de werkelijke tegenwoordigheid van God. De 3 kruisen die de priester al eerst over de offergaven verricht, drukken uit dat heel de drievuldigheid aanwezig is in de consecratie. Niet enkel Christus, maar heel de drievuldigheid zal in de heilige hostie aanwezig zijn. De 2 kringen links om de kelk en de andere weer rechts om de kelk betekenen dat Christus 2 naturen bezit, de menselijke en de goddelijke, maar dat hij toch slechts 1 goddelijke persoon is, God de Zoon. Terwijl bij het Kyrie, zoals u zich herinnert, de priester het altaar stilzwijgend bewierookt, doet hij dat nu bij het offertorium biddend. De gebeden van de bewieroking van het altaar die u terugvindt in uw missaal herinneren aan het wierookoffer in de tempel van Jeruzalem. Na de bewieroking van het altaar wordt de celebrant, de misdienaars en het gelovige volk bewierookt. Dit tot uitdrukking dat alle zegen afkomstig is van het altaar, als de gelovigen in staat van genade zijn. Op de bewieroking van het altaar volgt de handenwassing aan de epistelkant onder het bidden van de psalm 25. Deze handenwassing was oorspronkelijk noodzakelijk na de offergangsprocessie. De priester nam daar alle offergaven van de gelovigen aan. Kaarsen, wierook, honing, dieren. De handen van de priester zouden dus kunnen vervuild zijn. Doch, mijn dierbaren, schijnt dit niet de enige zin van de handenwassing te zijn. De heilige Cyrillus van Jeruzalem, hij zegt dat de handenwassing een vordering tot dagelijkse heiligheid uitdrukt. En bemerkt bovendien ook op dat enkel de vingertoppen gewassen worden. Dit drukt uit dat we moeten streven de kleinste dagelijkse zonden te vermijden, niet enkel de grove doodzonden. Op de handenwassing, mijn dierbaren, volgt het gebed Suscipe Sancta Trinitas. In dit gebed richt de priester zich aan heel de drievuldigheid en herinnert hij ook aan het lijden, de verrijzenis en de hemelvaart van Christus. En daar mogen sommigen misschien zich wonderen. Waarom? Waarom herinneren aan het lijden, de verrijzenis en de hemelvaart? De mis is toch enkel maar de hernieuwing van Christus kruisoffer, Christus lijden? Nee, mijn dierbaar, dat is een vergissing. De heilige mis is de uitdrukking van alle geloofsmysteries. Men mag niet vergeten dat Christus tijdens het heilig misoffer tegenwoordig is als de verrezene, als de verheerlijkte opgestegene ten hemel. Verrijzenis en hemelvaart behoren tot de volledigheid van het offer. Bij een aartsoffer is er niet enkel maar een vernietiging van de offergave nodig, maar ook de verbranding die de offergave in iets beters verandert, van materie naar geest, en dan ook noodzakelijk doet opstijgen naar de hemel. Zo werd het lichaam van Christus eerst aan het kruis vernietigd, dan door de verrijzenis verheerlijkt en tenslotte door de hemelvaart voor Gods troon gebracht. Deze 3 offerelementen waren bij het kruisoffer dus aanwezig,
één geheel. En dit alles wordt ook als één geheel bij de heilige mis herdacht. Het offertorium en dierbaren wordt afgesloten door het gebed Orate Fratres, dat alle gelovigen aanspreekt, werkelijk iedereen in de kerk. En dit gebed vraagt dat iedereen mee zou bidden met het offer van de priester, dat ook hun offer is. Dit gezamenlijke opofferingsgebed is de daaropvolgende secreta. Deze oratio, dit gebed, is het oudste van alle offertoriumsgebeden, zoals reeds gezegd in het begin. Dit gebed is oorspronkelijk het enige. Het sloot de offergangsprocessie van de gelovigen af en werd als oratia super oblata gebruikt, als gebed over de uitverkozen offerelementen. De secreta eindigt met de plechtige zang van het per omnia saecula saeculorum, waarop het volk een sterk amen antwoordt. Zo in Christus beminnen tenslotte, en mogen wij allemaal het voornemen maken deze offertoriumsgebeden te overwegen. Maken wij het voornemen deze mee te bidden en wezen wij bewust welke diepe rijkdom zij bezitten. En trachten we eveneens door het bewust bijwonen van de ceremonieën die deze offertoriumsgebeden begeleiden, de verlangde zielsgesteltenissen in ons op te wekken, om waardig en heilbrengend aan ons heilig misoffer deel te nemen. Smeken wij daartoe tenslotte van de moeder van God, de moeder van smarten, alle nodige genaden af. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van je genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Christus beminden, ik wens u nog een zalige hoogdag van hemelvaart, een prettige avond en Gods rijkste zegen toe. En ik hoop u allemaal bij de volgende predikatie terug te zien. God zegen.